Wat is uw liefste wens voor 2024? Nou, mijn wens is gewoon zo lang mogelijk gezond te blijven. Het is een goede gezondheid. Ik heb veel narigheid in de familie, dus met kinderen. Maar dat we ook volgende week, dan hebben we hier een gezellig kerstdiner. En hoop ik in goede gezondheid te vieren. Nou, vooral vrede op aarde. Dat iedereen met elkaar communiceert op de goede manier. En dat er hier in het Binnenbos, dat mensen het weten te vinden. Dat ze op dinsdagochtend de gouden koffie hier met elkaar kunnen genieten. Waarom vindt u dat belangrijk, dat laatste? Ik vind het heel belangrijk omdat hier de gelegenheid wordt gegeven om mensen bij elkaar te laten komen. Om te communiceren en een lekker kopje koffie te drinken. Wat is uw liefste wens voor 2024? Mijn liefste wens? Nou, als ik mijn vrijwilligerswerk hier, wat dat betreft, dat het nog mooier wordt en dat er nog meer mensen de weg weten naar het Volle Hof. Maar daar ben ik heel erg trots op. En ook op dit natuurlijk, het interieur, maar buiten dat. En ja, ik heb ook nog wel een wens om hier bijvoorbeeld, dat is al heel lang boven op mijn lijstje, dat we hier een keer een karaokeavond of zo zouden organiseren. Dat zou ik heel graag willen. Genieten van mijn kinderen, kleinkinderen en mijn vanmorgen geboren achterkleinkind. Gefeliciteerd. Dank u wel. En alles goed met het achterkleinkind? Ja, ja. Een wolk van een baby. Nou, dat is toch fantastisch. Geniet ervan. Ga ik zeker doen. Dank u wel. Geen dank hoor. Wat is jullie voornemen of liefste wens voor 2024? Dat we in een goede gezondheid verder gaan, zoals mijn familie als ik. Dat de wereld gewoon er leuk uitziet. En gewoon dat de mensen goed met elkaar kunnen omgaan. Dat is mijn liefste wens eigenlijk. Dat het een beetje rustiger in de wereld wordt, dat de mensen elkaar begrijpen en dat ze ook liefde hebben voor elkaar. Niet tegen elkaar opstaan, maar met elkaar rustig. En dat ze elkaar kunnen begrijpen en vrede willen hebben. Wat zijn uw wensen voor 2024? Oh, een heel mooi jaar. En niet meer het hele jaar alleen te zijn. Ik heb pas mijn man verloren. Dus ik hoop dat het dit jaar een veel mooier jaar wordt. En kunt u daar wat aan doen om minder alleen te zijn? Dat hoop ik. En dan ga ik dus heel veel op bezoek bij allemaal mensen die ziek zijn. Ik heb nu 3 mensen waar ik elke week op bezoek ga. En dat is fantastisch. Die zijn allemaal heel erg ziek. En ik heb het zelf met mijn eigen man meegemaakt. En ik voel mij dan heel blij als ik naar die mensen ga. Goed te kunnen van me afpraten. En ook dat er soms mensen zijn die je niet snappen. Dat vind ik jammer. En voor elkaar te zijn. En dat mis je vaak bij mensen. Voor mij, ja. Dat de gezondheid voor iedereen en dat de oorlogen hier in de wereld ooit eens een keer kan stoppen. Wat zijn uw wensen voor volgend jaar? Nou, mijn wensen voor volgend jaar is om dit werk nog te kunnen doen. En natuurlijk gezond blijven. En ik vind het heerlijk om een steentje bij te dragen om wat ouderen uit hun huis te laten halen. En gewoon gezellig. We allemaal gezond het nieuwe jaar in mogen gaan. En ja, dat er zo min mogelijk ongelukken mogen gebeuren. En dat de mensen in de arme landen toch ook weer warmte krijgen. Want de televisiebeelden worden er niet vrolijker van. En wij hebben het hier nog goed. 2024. Eigenlijk bestaat er geen 2024 voor mij. Er bestaat eigenlijk alleen maar een heden, een nu. Dat is eigenlijk waar ik in leef. Dus geen volgend jaar. Nou, dat we een goed kabinet krijgen die zijn beloftes nakomt. En dat ook de arme mensen ook hier in Nederland het beter krijgen. Financieel beter krijgen. Ja, voor mezelf heb ik eigenlijk niet zoveel te wensen. Ik vind het niet gepast in deze tijd. Ik heb alles, dus ik hoef niks voor mezelf. Wat ik belangrijk vind is dat er omgekeken wordt naar eenzame ouderen.
En dat is ook een van de redenen waarom ik bij Stichting van Vrienden van het Binnenbos actief ben. Wat is uw liefste wens voor 2024? Nou, gezondheid voor mijn zoons en mijn schoondochters. En voor de, nou ja, voor de alle bekenden, voor iedereen eigenlijk. Hè? Ja. Mijn wens is dat iedereen gelukkig wordt. Iedereen. Dat er geen depressie meer is. Iedereen lacht. Dat is mijn grootste wens. Dat iedereen blijft lachen en iedereen gelukkig is. Dat is mijn wens. Volgens mij geeft u daar het voorbeeld in, of niet? Ja, zeker. Ik probeer altijd te blijven lachen. En dat brengt ook goede energie op. En dat is mijn wens ook. Mijn liefste wens voor 2024 is dat we meer bomen gaan planten. Zodanig dat het milieu beter gaat worden in Nederland, maar het liefst ook in heel Europa. Want het is wel belangrijk. Wij zijn een klein land, maar wel een onderdeel van Europa. Dus ga met z'n allen zorgen dat er meer bomen komen. Ik ga ervoor.